Hey. Another Vesa Kingfish. Yes. Kijk, komen mooi binnen. Als we ondaan van ingewanden altijd. Dat is ook gewoon fijn. Belletje. Ik ga altijd even de midden, het bloedlijntje, en heb je gelijk de graagjes heb je dan te pakken. Kijk, even deze eraf. Kijk, dit is eigenlijk de buik. Je ziet dat de buik ook gewoon mooi dooraderd is. Mooi, zit wat vet in. Dat gebruiken ze heel vaak voor sushi en sashimi. En eigenlijk het ruggedeelte, wat mooie dikke filet, kun je even branden, even roosteren. Heel veelzijdig. Dus wel minimaal 2 dagen voordat we verwerken. Dus hij is nu gisterochtend geslacht en komt vandaag binnen. En dan laten we ze gewoon nog even de rest nog even onder ijs liggen om gewoon nog even te besterven. Een goede vis moet ook besterven, net als een mooi stuk vlees. En Mart, wat heb je gemaakt? Nou, Rodi heeft net een lekker gerechtje gemaakt met de Dutch Yellowtail. Het is eigenlijk een gerechtje uit Nieuw-Zeeland, van de Cook Islands. Dus Nieuw-Zeeland meets Old-Zeeland, zou ik maar zeggen. Het is eigenlijk de Yellowtail mooi in brumaas gesneden en die wordt dan gegaard in limoen, dus in de zuren. Er zit wat calamansi bij. Voor de rest doen wij die dus eerst 2 minuutjes garen in limoen, daarna afgooien. En dan doen we hem eigenlijk blussen met dikke kokosroom. Dan wordt er wat koriander gaat erin, wat mint gaat erin. Er wordt eigenlijk een mooie salade met wat rode peper van gemaakt. Het is eigenlijk een beetje een soort ceviche, maar dan eigenlijk een andere manier. En wij serveren het dan met, we hebben een sorbetijs van avocado, wat gebrande avocado, wat verschillende structuren van mango krokant hebben we gedaan. Een beetje mango kompot met wat rode peper en een jelletje van mango. En er zit wat rode ui bij en zo serveren wij hier de ikamata, noemen we het gerecht. Ja, dat is een mooie, deze vis is natuurlijk pas onderscheiden ook met een BAP-onderscheiding vanuit Amerika. De eerste land-based farm ter wereld die deze onderscheiding heeft gehad in kader van duurzaamheid en kweek, dat alles eigenlijk klopt. En ook pas de onderscheiding ASC gekregen, wat normaal MSC is voor de wilde vis, ASC voor de gekweekte vis. Dus een uniek product. Nou, hartstikke bedankt dat we een kijkje mochten nemen en dat je een mooi gerechtje gemaakt hebt. En, ja, hij moet nou gewoon groot worden in de Nederlandse horeca. Ja, toch? Nou, leuk dat jullie er waren, joh. Nou, ja, hartstikke bedankt. En als mensen het willen proeven, restaurant Scherp, geef het adres nog eventjes. Wijngaardstraat 1 in Middelburg. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Oké.